President Santokki en een regeringsdelegatie hebben uitgebreid gesproken met vakbonden over recente maatregelen, waaronder IMF-hervormingen en aangepaste energietarieven. Vakbonden brachten zorgen naar voren over energiekosten. Echter is overeengekomen om technische gesprekken te voeren om de transparantie te bevorderen. De regering benadrukte haar inzet voor het welzijn van de samenleving en staat open voor overleg met vakbonden over verschillende kwesties, waaronder het verminderen van subsidies ten gunste van productiviteit, onderwijs en gezondheidszorg. Minister McAndrew ontving gisteren een ILO-delegatie om het Decent Work-programma te bespreken. De activiteiten omvatten het bevorderen van groene sectoren, versterking van arbeidsmarktgelegenheid, arbeidsmarktbeleid en analyse van lage participatie van vrouwen en minimumloon-impact. Een studie over formalisering van ondernemingen leidt tot een actieplan met stimulansen zoals krediettoegang en training met betrokkenheid van dorpsbesturen bij waardeketenprojecten voor de houtsector. Het ministerie van AWJ lanceerde op 4 mei een gratis Thai Anissa training voor 20 schoolgaande moeders verzorgd door NACS. Het programma beoogt tienermoeders te versterken zodat ze na de cursus Afro-Surinaamse hoofddoeken kunnen maken en verkopen. Directeur Jeugdzaken Jinti Mangro benadrukte de waarde van deze vaardigheid voor inkomsten en zelfredzaamheid. De NACS-voorzitter moedigde de jongeren aan om zich na de training te verdiepen in het ontwerpen van klederdrachten.